Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Kajoe vindt het heerlijk om met zijn vrachtwagen te spelen. Het enige dat hij nog leuker vindt, is om samen met zijn vrienden te spelen. Kajoe, er is verse limonade bij het tankstation. Ja! Mama, wil jij vrachtwagentje spelen? Later misschien. Ik moet eerst schoonmaken en Rosie wil me wel helpen. Rosie! Veeg, veeg! Veeg, 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 veeg. Het kan wel even duren. Veeg, 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 veeg. Oké. Veeg, 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 veeg. Hoi, Krekeltje. Hou jij van vrachtwagens? Kajoe vond het leuk om een krekel te ontmoeten die ook van vrachtwagens houdt. Wil jij met me spelen? Oké, ik heb nog meer wagens in mijn kamer. Ik laat het zien. Dat is een kiepwagen en een brandweerwagen. Wil je op de ladder dan? Oh. Oeps, voorzichtig. Ik moet je even veilig opbergen. Ik weet het. Zo. Pas beter. Oh, daarbinnen kan je geen vrachtwagentje spelen. Hé, hey, heb je honger? Ik haal iets te eten. Kajoe wist niet goed wat krekels eten. Dus pakte hij een beetje van alles. Hou je van rozijnen of muesli? Of een dierenkoekje? Niet bang zijn, het is geen echte leeuw hoor. Kajoe was trots op zichzelf. Hij vond dat hij erg lief was voor zijn nieuwe vriend. Weet je, als je het leuk vindt hier, mag je wel in mijn kamer wonen. Veeg. Oké, waarom ook niet? Veeg, 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 veeg. Hé, hey, mag je niet vegen? Oh. Hier, wil je een koekje? Een koekje. Dank je wel. Hé, hey, Rosie. Waarom ga je de keuken niet vegen? Gilbert, nee! Stop! Je maakt hem bang! Oeh. Wacht, Krekel. Kom nou terug.
Krekel, kom maar tevoorschijn. Je hoeft niet bang te zijn. Caillou, wat is er aan de hand? Ja, dat wou ik ook net gaan vragen. Ik ben mijn krekel kwijt. Hij sprong in de vrachtwagen tijdens het spelen, maar Gilbert maakte hem bang en nu is hij verdwaald. Mama en papa zagen dat Caillou erg bezorgd was. Het geeft niet, Caillou. We gaan hem wel zoeken. Hij is zo klein en je ziet hem bijna niet. Dat klopt. Soms kun je krekels bijna niet zien. Daarom kan je het beste proberen ze te vinden met je oren. Wat voor geluid maakt een krekel? Precies. Op dat geluid moeten we dus letten. En we volgen het tot we je krekel vinden. Dus shh. Die kant op. Hier zit hij ergens. Mooi. En nu goed luisteren. En kijken. Oh. Gelukkig. Het is muesli. Krekel. Daar is hij. Voorzichtig. Hebbes. Ja, papa. Ja. Het is maar goed dat hij geluid maakt. Weet je hoe hij dat doet? Zie je die vleugels op zijn rug? Die wrijft hij tegen elkaar. Oh. Ik hou van het geluid van krekels. Alleen niet in het huis. Maar ik wil met hem spelen. Dat is zo leuk. Maar denk je dat de krekel het ook leuk vindt om binnen met jou te spelen? Dat wist Caillou eigenlijk niet. Krekels houden van gras en bomen. Niet van katten en stofzuigers. Hij kijkt treurig. Misschien moet ik hem naar buiten brengen. Dat vind ik een heel erg goed idee. Doei, krekeltje. Doei, doei. Oh, nou moet ik in mijn eentje vrachtwagen spelen. Zou je het misschien leuk vinden als Rosie en ik meedoen? Ja, ik hou de vrachtwagens. De krekel van Caillou was blij dat hij weer buiten was. Het hondendilemma. Caillou had geen zin om te hinkelen met mama en Rosie. Hij zat te wachten tot zijn vriendin Sarah weer thuis kwam. Ja, Sarah is er weer. Nu kunnen we spelen. Caillou, wil je mijn nieuwe hond zien? Sarah heeft een hond. Mag ik gaan kijken? Natuurlijk. Hondje. Ja, dit is het nieuwste lid van ons gezin. Hij heet Murphy. Lief is hij, hè? Hoi, Murphy. Hondje lief. Ja, Rosie, het hondje is heel erg lief. Gefeliciteerd. Dank je. Het is heerlijk om weer een huisdier te hebben. Oeh! En ik geloof dat Murphy zijn nieuwe huis wil bekijken. Ik ga snel met hem naar binnen. Dag, Murphy. Welkom in de buurt. Heb je zin om te komen spelen? Nee, dank je. Ik wil Murphy mijn kamer laten zien. Caillou was een beetje verbaasd dat Sarah niet met hem wilde spelen. Hij wachtte al de hele ochtend op haar. Maar misschien kunnen we straks wel samen spelen, oké? Oké. Dus, wie heeft er zin om vandaag naar het park te gaan? Ik! Zullen we Sarah vragen? Tuurlijk, dat lijkt me een prima idee. Caillou. Hoi Sarah, heb je zin om mee te gaan naar het park? Dan doen we alsof het klimrek een zeilboot is, net als de vorige keer. Nee, dank je. En hij was weer verbaasd.
Hij kon niet geloven dat Sarah niet met hem mee wilde naar het park. Waarom niet? Ik ga Murphy zo wassen. Je kan me wel helpen, als je vader dat goed vindt. Caillou wist zo net nog niet of hij Murphy wel wilde wassen. Hij keek er al de hele dag naar uit om naar het park te gaan. Nou, oké. Dat klinkt ook leuk. Blijf staan, Murphy. Murphy! Is dit niet leuk, Caillou? Een hond wassen is te gek. Ja, te gek. Wat ruik ik toch? Geen idee. Natte hond, denk ik. En hoe gaat het honden wassen? Nat en stinkend. Ik geloof dat jullie ook wel even in bad mogen. Caillou, jij hebt bezoek. Hoi, Caillou. Heb je zin om te wandelen met mij en mijn moeder? Tuurlijk. Caillou is dol op wandelen met Sarah en haar moeder. Oh, en Murphy gaat natuurlijk ook mee. Zullen we samen stoeptegels springen, Sarah? Nee, dank je. Ik zie wat jij niet ziet. Misschien later. Zit, Murphy, zit. Sarah, mag ik hem even vasthouden? Nou, oké. Maar hij trekt soms wel. Dat is geen probleem. Oké? Niks aan de hand. Oh, nou, gelukkig maar. Het spijt me heel erg. Ik weet niet wat Murphy bezielde. Ik geloof dat we hem nog een beetje moeten trainen. Kijk, zo, Caillou. En hoe heet dat dan? Deze yoga-positie noemen ze neerwaartse hond. Hond? Dus daarom vind ik dit stom. Dat is vast Sarah. Komt Sarah op bezoek? Ja, heb ik dat niet verteld? We gaan vanavond op Murphy passen, terwijl Sarah en haar ouders op stap gaan. Caillou was niet zo blij met Murphy. Hij wou dat hij wegging, zodat hij en Sarah weer konden spelen als vroeger. Caillou, gaat alles wel goed daar? Niet met Murphy in de buurt. Sarah wil gewoon nooit meer met me spelen. Ze is alleen nog maar bezig met Murphy. Oh, ik snap het. Maar waarom denk je dat Sarah zoveel tijd met haar hond doorbrengt? Ik weet het niet. Misschien omdat ze hem leuker vindt dan mij. Oh, Sarah vindt je vast nog steeds leuk. Maar Murphy is nog niet zo lang in hun gezin en dat is heel erg spannend voor haar. Weet je nog toen Rosie geboren werd? Ook al was Rosie nog maar een baby, je wilde niks liever dan met je kleine zusje spelen. Ja, maar Murphy is veel kwijleriger en hariger dan Rosie. Ja, dat is waar. Maar met Murphy kan je vast net zoveel lol hebben. Goed zo, Murphy. Hoi, Caillou. Volgens mij hebben jullie het wel naar je zin. Murphy is te gek. Ik heb met hem gespeeld en hem uitgelaten. En ik leer hem om naast me te blijven lopen. Echt waar? Wat goed. Ik snap nu wel waarom je altijd bij hem wil zijn. Nou, ik wil niet alleen maar bij Murphy zijn. Ik wil ook met jou spelen. Kom je morgen anders langs? Ja, dan gaan we overgooien. Dan kan Murphy ook meedoen. Dat vind ik een super idee. Wat jij, Murphy? En zo leerde Caillou dat hij vrienden kan zijn met Sarah en Murphy.
Het spinnenprobleem. Wow! Bah! Ik weet het. Maar als je het moddermonster al grappig vindt, dan heb ik nog iets veel gavers. Dit is mijn favoriete. Caillou had dolle pret om Daniels stripboekencollectie. Totdat... Moet je kijken. De mutante spin uit de kosmische ruimte. Het gaat over een echte spin die een mutante spin uit de kosmische ruimte wordt... nadat hij wordt geraakt door ruimtebliksem. Caillou wist niet zeker of hij een verhaal wilde horen over een gemuteerde spin uit de ruimte. Daniel, heb je ook andere stripboeken? En toen landde er een ruimtemeteor op hem. Maar ik denk niet dat... En dan dat... wordt hij nog eens geraakt door de ruimtebliksem. Hij heeft zo'n mazzel. Hier, je mag hem wel even lenen. Dat is aardig, maar... Caillou, Daniel, ik ben er weer. Tot later, maatje. Ik moet naar huis. En? Hebben jullie een leuke dag gehad? Aha. Caillou probeerde zichzelf te overtuigen dat het maar een klein spinnetje was. Maar hij dacht terug aan het stripboek van Daniel. Waar kwam dat nou vandaan? Ik weet het niet. Ik ga wel even kijken. Gaat het weer een beetje, lieverd? Aha. Nou, nu alles weer goed is, kan je lekker spelen met je speelgoed. Oké, mama. Dacht dat die mutante spin uit de kosmische ruimte in zijn speelgoedkist zat. Totdat hij goed keek. Oké, jij bent het maar. Aha. Ik heb de handdoeken gevonden, mama. Oké, heel even dan. Caillou was bang dat er een spin verstopt zat in de bank. Een spin! Gilbert, maak me niet zo bang! Aan Caillou, dan kan je meedoen. Caillou wilde wel, maar hij was bang dat er een spin in zijn laars zat. Of, nog erger, een mutante spin uit de kosmische ruimte. Sorry mama, ik moet toch ontzettend tekenen. Ik heb inkt op mijn handen, papa. Oh, geen probleem. Dat wassen we er zo weer vanaf. Kom maar naar binnen en schrob je handen lekker schoon. Ik zie je zo weer. Ik ga even hardlopen. Wat is er aan de hand, Caillou? Ga je je handen niet wassen? Nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Er zit een spin in de wasbak. Het is maar een piepklein schattig spinnetje. Daar hoef je toch niet bang voor te zijn? Hoe weet je dat het geen mutante spin uit de kosmische ruimte is? Een mutante spin uit de kosmische ruimte? Ja, net als in de strip van Daniel.
Je weet toch dat stripboeken verzonnen verhalen zijn? Ze zijn niet echt. Papa, nee! Kom maar mee, klein spinnetje. Ik breng je wel naar buiten. Kom jij ook maar mee, Caillou? Nadat je je handen hebt gewassen. Ik wil je namelijk even iets laten zien. Er zitten heel vaak spinnen op de planten van mama. En die zijn totaal ongevaarlijk. En ook nog eens heel interessant. Kijk, zo ziet een tuinspin eruit. Eens kijken of we er eentje kunnen vinden. Aha, daar is er een. Oh, en kijk, een langpootspin. Een langpootspin? Waar? Kijk daar. Zo lang zijn ze poten niet. Niet zoals in het stripboek van Daniel. Nee, de meeste echte spinnen zijn heel klein. Jij bent veel groter dan zij. En wat weet je nog meer over spinnen? Nou, ze helpen de planten beschermen. Ze hebben 8 poten en ze maken fantastische webben. Wauw! Heeft een spin dat gemaakt? Best wel knap, op een enge, griezelige spinnenmanier. In het echt zijn ze eigenlijk helemaal niet zo eng, hè? Nee, dat valt wel mee. Ze lijken niet op de spin in Daniels stripboek. Bedoel je de mutante spin uit de kosmische ruimte? Je moet ook niet alles geloven wat je leest. Of alles wat je op tv ziet. Maar als je die strip nog hebt, zou ik het best leuk vinden om hem even te lezen. Echt waar? Tuurlijk. Ik ben dol op stripboeken. Zolang je maar weet dat ze niet echt zijn, kan je daar heel veel lol mee hebben. En toen kwam onze mutante spin met zijn 8 poten vast te zitten in een enorme lading ruimteprut. Hey, bel doorlezen. Caillou was niet meer bang voor spinnen. Zelfs niet voor ruimtespinnen.